waar we hier in het huis zitten. Samenkomen om even alle neus dezelfde kant op te krijgen, denk ik. Dat is een heel groot ding van is. Ja, en ik denk ook gewoon dat je gewoon hier bent om met een intentie en om gewoon. Dat je gewoon die rituelen met elkaar deelt, toch? Je staat op met elkaar, je gaat naar bed met elkaar. Oh nee, dat niet. Ik trek de zon uit de lucht en doe de gitaar van dien snaren, de bril van haar glazen, de fles van de dop. Ik haal de stap uit de bas uit de muziek. Maar het dansen stopt hier niet. Dit zijn wij, de nieuwe generation van eigenlijk al wat er eigenlijk gaande is in Amsterdam. Want je hebt altijd de grotere gasten. Ja, klopt. En dat werden nieuwe kids in het blok. Claire, daarmee begonnen. Dat is 500 mensen, 600 mensen. En dan zijn we daar begonnen puur uit passie en hobby. En dat het nu dit is. Nu. Als we het niet zouden doen, zouden wij ook nog feesten, zouden jullie ook nog muziek maken voor hobby. Ja. Juist dit soort chillings, eigenlijk wordt gezien als een chillings en niet als werk. Dus je bespreekt dingen eigenlijk niet eens vanuit werk, maar vanuit hobby. Wat voor sick shit kunnen we doen. Ja. Ja. Dus deze jongens draaien, ik weet niet, 100 shows per jaar. Wij organiseren misschien 40 shows per jaar. En elke show leer je wel weer wat. Dan zie je ook wel weer wat. En dan denk je, oké, nou, misschien is het nu wel een optie. Wat ik eerst dacht dat het geen optie was. Ja, man. Brother in Mind is eigenlijk een pissie wel gekomen toen we in de containers zaten, toch? Dus wat we altijd daar deden was blowen. Ja, 100. Ja, 100. En altijd dromen. Ja. Ja, over de dingen die we zouden kunnen bereiken en willen bereiken. Jullie als artiesten, wij als organisatie erachter. Als je smolt, komt het gekste idee. Ja, maar het is ook gewoon meer dat we op die experience willen zitten. Dat zeg maar Brother in Mind. Dat betekent dat je daardoor, doordat je dingen experience die je eigenlijk in het normale leven minder snel tegenkomt of dat je minder blootgesteld wordt aan kunst, dat je dat bij ons dus juist wel krijgt. Daarom past het ook goed met mijn mascotte, toch? Ja man. Vooruit geest. Ja man. Ja. Als je zegt Party Mike, dan denk je wel mascotte. Zeker. Dus als No Art zijnde, wat past bij No Art het best? Ook qua personen die zijn. Dat we die visuals op een gegeven moment zo konden instellen dat het matcht bij No Art en bij Mascotte. Ja. Take my time. Mascotte stage zou ik de DJ ook nog iets lager zetten. Ja. Kijk, als een artiest een cabin wil, dan fixen we dat, maar er komt geen village. Ik zou lekker het geld in kunst of weet ik veel investeren. Wat Bora ook net aangeeft, nog een extra bar. Alleen ik weet niet waar. Moet je eigenlijk nog twee punten hebben, links en rechts en achterin. Ik was daardoor de eerste 3-4 uur meer bezig met dat dan dat ik het feest kon letten. Gaan, op dit moment. Nee, maar het is niet, als wij er waren, hadden we het nog niet gefixt. Ja, ben ik mee eens. We hebben allemaal meningsverschillen. We komen er ook altijd weer uit. Ook als willen vier mensen iets heel graag, dan is die vijfde altijd wel in staat om te zeggen, hé, maar ik zie het anders. Ja, we zeggen nooit meeste stemmen gelden. Nee. We proberen altijd elkaar over te overtuigen van elkaars ideeën. Want als iemand het echt voelt, dan wil je ook diegene er wel op vertrouwen of zo. Ja, als ja het man. Solo. That's how I've enjoyed. Nice. Waarom kruisbestuivingen en je openstellen voor nieuwe dingen iets goeds is. Dat we juist ook onze events iets moeten laten zien dat het beter is om je wereld juist uit te vergroten. En wij staan voor die kruisbestuivingen en je openstellen. Ik voorzie de mens van een stem. En die durven mag. Die piepen en brullen kan. Dus jij ook.
mens. Ik ontneem je de lasten, de bulten en de krassen. Dus ga nu, dans. Ik geef je de passen, het zweten, het lachen. Dus ga nu, dans.